Ze willen een hoger loon en betere werkomstandigheden. Apothekersassistenten uit het hele land leggen vandaag het werk neer. Ook uit onze regio. Wij gaan vandaag naar Den Haag om te staken voor betere lonen en minder werkdruk. En verder in het nieuws vandaag. Steeds meer kleine brouwerijen dreigen te verdwijnen. En Druten opent de Nationale Klimaatweek. Duizenden apothekersassistenten verzamelen zich vandaag op het Malieveld in Den Haag. Ze eisen een hoger loon en betere werkomstandigheden. De afgelopen maanden zijn er al verschillende estafettestakingen geweest. Maar doordat het gewenste resultaat niet is bereikt, is er vandaag landelijk gestaakt. Vanmorgen verzamelden zich al ruim 160 apotheekmedewerkers uit de regio op de parkeerplaats in Beuningen om met verschillende bussen richting het Malieveld te gaan. De medewerkers geven aan dat hun loon achterblijft en dat daar verandering in moet komen. We lopen al een aantal jaren flink achter qua loonstijging. Op het moment lopen we zijn zelfs 8% in koopkracht achteruit gegaan de laatste jaren door inflatie en doordat ons loon niet bijblijft. De looneis is nu 8% en de werkgevers bieden 2%. En de onderhandeling zit gewoon muurvast. Apothekersassistenten in ziekenhuizen ontvangen doorgaans een hoger loon omdat zij onder de CAO van ziekenhuizen vallen. Dit is ondanks het feit dat zij dezelfde opleiding en taken hebben als apothekersassistenten in reguliere apotheken die onder de CAO van apotheken vallen. Lonen liggen daar 5 tot 16% hoger dan de apothekersassistenten in de openbare apotheek. En dat kan wel oplopen tot zo'n €700 per maand verschil. Naast betere lonen hopen de apotheekmedewerkers ook op verbeterde werkomstandigheden. Sinds de invoering van het preferentiebeleid, waarbij zorgverzekeraars meestal alleen de goedkoopste medicatie vergoeden, ervaren assistenten steeds vaker onvrede bij patiënten aan de balie. Ja, wij moeten dat heel vaak vertellen, dat het zo is. Terwijl ja, dat is ook niet onze keus. Wij moeten dan weer zeggen, dan is er per 1 april weer een verandering en dan krijg je een ander merk geleverd. Ja, dat moet je dan uitleggen aan patiënten en dat is prima. Maar wij moeten ook opvangen dat patiënten daar echt absoluut soms helemaal niet blij mee zijn en ook boos over zijn. En wij zijn die buffer die dat altijd moeten opvangen en die het verhaal van een zorgverzekeraar moeten vertellen. Door onder andere deze omstandigheden wordt werk in apotheken steeds minder aantrekkelijk. Dit merken ze ook aan het afnemende aantal studenten dat kiest voor de opleiding. Er is bijvoorbeeld bij het ROC in Nijmegen is de bolopleiding dit schooljaar niet gestart, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Dus dat betekent dat er over een paar jaar gewoon helemaal geen studenten daar vandaan komen. Dus er komt niks op de arbeidsmarkt. En de eerste actie was al in Utrecht. Dat was op 1 juni in Utrecht. Toen stonden jullie met 1000 mensen. En vandaag staan we met duizenden mensen. Kleine bierbrouwerijen komen steeds moeilijker rond. Stijgende kosten en een tegenvallende verkoop zorgen ervoor dat de brouwerijen ermee moeten stoppen. Vooral de speciaalbiertjes zijn flink duurder geworden en dat wil de consument niet meer betalen. Dit gebeurde ook bij brouwerij Nevel uit Nijmegen. Stijgende kosten voor brouwerijen, maar ook voor consumenten. Het zorgt ervoor dat speciaalbieren van kleine brouwerijen steeds zeldzamer worden. Ze dreigen namelijk te verdwijnen. De consument haalt liever een betaalbaar speciaal biertje in de supermarkt dan dat ze langsgaan bij een lokale brouwerij. Ook Matthias Terpstra van brouwerij Nevel moet gedwongen stoppen door de teruglopende verkoop. Ja, rondom COVID merkten we dat de verkoop al iets fluctueerde. Eerst afnam, toen alweer toenam. Maar eigenlijk pas na COVID, toen dingen een stuk duurder werden. Zowel voor ons, maar ook wel voor heel veel mensen in Nederland, merkten we ook wel dat het gewoon de patroon van hoe mensen inkopen en bijvoorbeeld hun bieren inkopen ook wel veranderde. Nevel Brouwerij maakt zure en wilde bieren. Een echt speciaal biertje dus. De bieren moeten lang rijpen op vaten en ze worden gemaakt van lokale producten. En dat maakt dat ons bier wat duurder is dan gemiddeld. En juist daarin zien we dat mensen wat minder daarvan kopen. Misschien iets meer op budget letten. Terpstra is niet de enige brouwer die het moeilijk heeft.
Hij merkt ook dat andere kleine brouwerijen moeilijk rondkomen. Maar waar ik hier en daar natuurlijk wel wat opvang is dat iedereen het wel moeilijk heeft. Maar ik denk ook wel de druk van de grote brouwerijen. Dus je hebt in Nederland onafhankelijke kleine brouwerijen, maar je hebt natuurlijk ook de grote jongens, zoals we dat noemen. Dus die zijn ook een tijd geleden begonnen met het overnemen van kleinere brouwerijen. Daar hebben denk ik de kleine brouwerijen nog het meeste last van, mijn optiek. Is die kunnen onder de vleugel van de grote jongens wel heel erg stunten, veel meer marketingkosten en kunnen in de supermarkt veel grotere plek nemen. Dus dat zie je ook als je het weet. En daar ligt het grote gevaar voor de kleine brouwerijen. De consument zoekt toch liever een lekker biertje uit in de supermarkt, waar de prijzen lager liggen en er ook nog eens flink gestunt kan worden met aanbiedingen. Ja, helemaal in het begin van toen craft beer en speciaal bier heel erg opkwam, dat mensen juist heel erg naar ook speciaalzaken gingen. Dus dan heb ik het even over de verkoop voor thuis. En je merkt dat nu steeds meer naar de supermarkt trekt. De supermarkten hebben ook de beweging gemaakt om een groter assortiment aan te nemen. Maar die kunnen met de prijzen veel meer stunten. En dus gaat de verkoop van duurder speciaal bier steeds verder achteruit. Ja, toen dingen voor iedereen een stuk duurder werden, dat de verkoop echt significant terugnam. We hebben nog wel wat pogingen gedaan om te kijken van hoe kunnen we daarmee omgaan. Kunnen we alsnog de brouwerij een bepaalde vorm maken dat werkt. Maar de conclusie was uiteindelijk dat werkt niet. Volgens onderzoek van ingenieursbedrijf Spiekerman is een treinverbinding tussen Kleef en Nijmegen haalbaar en rendabel. Het plan stelt voor om de bestaande RE10-lijn uit te breiden met het nieuwe traject tussen Kleef en Nijmegen. De reistijd tussen beide steden zou 27 minuten bedragen. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 44 minuten met de bus. Ondanks verzet vanuit Groesbeek tegen het plan, vooral vanwege de treinroute door het dorpcentrum, stelt het onderzoek dat een alternatieve route om het dorp heen een haalbare optie kan zijn. Minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei zal naar Berlijn gaan om te praten over de plannen voor het plaatsen van windmolens langs de Duitse grens. Ook in onze regio staan weer plannen op de agenda om torenhoge windmolens te bouwen. Aankomende week zal een referendum plaatsvinden voor de inwoners van Kreis Kleve of deze windmolens mogen worden gebouwd in het Duitse Rijkswald. Eerder dit jaar stemde de deelraad van Kleef al tegen een nationaal park, waardoor er dus windmolens gebouwd kunnen worden. De Tweede Kamer is hier niet blij mee. Dit heeft namelijk aanzienlijke gevolgen voor omwonenden aan de Nederlandse kant van de grens. Herman zal in Berlijn met de Duitse regering duidelijke afspraken maken voordat er vergunningen worden verleend aan investeerders en landeigenaren. Het nieuwe woonfonds van Nijmegen moet de woningbouw in de gemeente gaan versnellen. Er wordt 12 miljoen euro vrijgemaakt voor betaalbare woonprojecten, zoals sociale huur en koopwoningen. De woningen zijn vooral bedoeld voor inwoners met lagere en middeninkomens, studenten en andere aandachtsgroepen. De gemeente merkt dat de stad snel groeit en de druk op de woningmarkt groot blijft. Daarom heeft de gemeente als doel gesteld om voor 2030 minimaal 12.000 nieuwe woningen te realiseren. Minstens 2/3 van deze woningen moeten betaalbaar zijn. En goed nieuws voor Sinterklaas en iedereen die zaterdag naar de intocht gaat. De kans dat de intocht droog verloopt is zeer groot. Het blijft wel overwegend bewolkt, slechts af en toe breekt de zon even door en bij een matige zuidwestenwind loopt de temperatuur op naar een graad of 10. Vorig jaar was de paraplu nog bij veel intochten nodig, maar het lijkt er dus op dat deze dit weekend thuis kan blijven. Op zondag is de kans op een bui een stuk groter. Alhoewel de meeste regen pas later op de dag wordt verwacht, wanneer de meeste intochten alweer klaar zijn. Tijdens de Klimaatweek wordt er veel aandacht besteed aan het klimaat en duurzaamheid. Op deze manier proberen ze bewoners bewust te laten maken hoe ze klimaatbewuster kunnen leven. Zoals vandaag de opening van de Nationale Klimaatweek in Druten. Hier hezen ze de wethouder en de klimaatburgemeester de Nationale Klimaatweekvlag om hiermee deze speciale week van start te laten gaan. Tijdens de Klimaatweek wordt er veel aandacht besteed aan klimaat en duurzaamheid en hoe wij dit als inwoners kunnen verbeteren. Vandaag was de aftrap van deze week in Druten. Met het hijsen van de Nationale Klimaatweekvlag vragen de wethouder en de klimaatburgemeester meer aandacht voor dit onderwerp.
Ik denk dat de Klimaatweek juist is om iedereen eventjes weer met de neus op de feiten te zetten. En even aan te geven van wat kunnen we zelf doen. Ja, het is toch wel even een momentje dat je alle activiteiten naar de voorgrond haalt. Daar aandacht voor vraagt. Ja, daar is deze week toch eigenlijk wel voor. De klimaatburgemeester, die hier dus ook bij aanwezig was, houdt zich de komende week veel bezig met de klimaatactiviteiten die gepland staan. Samen met Cora van Inge is zij de klimaatburgemeester van Land van Maas en Waal. Maar wat houdt dat precies in? Een klimaatburgemeester is eigenlijk een gewone burger die zich wel hard maakt voor het klimaat. Er zijn heel veel klimaatburgemeesters in Nederland. Volgens mij nu al bijna 300. In ons geval vinden we het superbelangrijk om de mooie initiatieven die hier zijn in het Land van Maas en Waal, hier in Druten, maar ook in West Maas en Waal, te laten zien. Want eigenlijk zijn er heel veel inwoners die al heel veel mooie dingen doen, die gezien mogen worden, die verteld mogen worden. En dat soort verhalen willen wij gaan vertellen. Deze week zetten zij zich in voor de bewustwording over het klimaat en duurzaamheid bij de inwoners van Land van Maas en Waal. Zo willen zij de inwoners graag helpen met het vinden van duurzamere oplossingen. Soms zijn oplossingen zo simpel, maar daar denk je dan niet bij na. Nou ja, dat kan zijn een regenpijp die je afkoppelt, maar dat kan ook weer meer groen in de tuin. Hè? Dus tegels eruit, grind erin, gras erin, een groen dak op het dak van je huis of je garage. In ons geval vinden we het superbelangrijk om de mooie initiatieven die hier zijn in het Land van Maas en Waal, hier in Druten, maar ook in West Maas en Waal, te laten zien. Want eigenlijk zijn er heel veel inwoners die al heel veel mooie dingen doen. De komende week zal de Klimaatweek nog in volle gang zijn en zijn er genoeg activiteiten te vinden rondom klimaat en duurzaamheid. Na de Klimaatweek hopen de klimaatburgemeesters en de gemeente dat ze de bewoners hebben kunnen inspireren ook klimaatvriendelijk te zijn. Gisteren is bijvoorbeeld energieloket geweest. Nu vanmiddag gaan we op klimaatsafari. En deze vrijdag staan we op de markt hier in Druten met onze duurzame thermometer. En dan gaan we aan mensen vragen van, goh, hoe duurzaam ben jij eigenlijk? En hoe doe jij dingen? Heb je nog goede tips? Mijn advies is, kom naar de markt vrijdag. Doe met ons de duurzame thermometer en dan gaan we gewoon het gesprek aan. Rustig weer, op dit moment. Er zijn wolkenvelden en opklaringen. In de regio ontstaat op veel plaatsen nevel en mist. Het blijft droog en de noordoostenwind is niet meer dan zwak. De temperatuur daalt vannacht naar 2 graden. Morgen overdag zijn er veel wolkenvelden. Uit de dikkere wolken kan een spatje regen vallen, maar verder blijft het droog en grijs. En dat bij een graad of 9. Donderdag kan de dag starten met wat regen, maar verder op de dag is het veelal grijs met een kleine kans op wat zon. Ook vrijdag blijft het grijs. Klinkt saai, maar volgende week gaat het vaker regenen, dus moeten we er nu nog maar even van genieten. Dit was de RN7 Regio Nieuws van dinsdag 12 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen!